Goedemorgen allemaal. Jullie kijken hier naar een, niet een schilderij, maar een raam. Een raam van een kerk. En die kerken die werden gebouwd. En omdat de mensen in die tijd nauwelijks konden lezen, werd ervoor gekozen om in die kerken ramen te maken waarin de verhalen te zien waren. En die ramen werden gemaakt met allemaal kleine stukjes glas, want een heel groot glas zoals jij en ik nu in ons huis hebben, dat konden ze toen nog niet maken. En die kleine stukjes glas, daar schilderden ze op. Er schilderden gezichten op en ze gaven er kleuren aan. En de duurste kleur, dat was rood. Dat was heel moeilijk om te maken. En als er veel rood in een raam zat, dan wist je, dat was een heel duur raam. En die ramen, die kregen die kerken vaak cadeau, bijvoorbeeld van alle schoenmakers van de stad. Of alle bierbrouwers in de stad, die kochten dan met elkaar een glas en dan meestal met een verhaal wat een beetje met hun werk te maken had. En dit is ook een verhaal. En het verhaal gaat over Sam. Sam is een bediende. En Sam die doet ontzettend goed zijn best voor de baas. En de baas, hier zit hij, is een heel belangrijk en heel streng man. En Sam die doet ontzettend goed zijn best voor zijn baas. Die baas die heeft meer knechten. En dan komt er een dag, dan zegt de baas, ik wil mijn drie belangrijkste knechten bij me hebben. En Sam is er één van. Sam is één en is hartstikke trots. En de baas zegt, knechten, luister, ik ga op reis. En ik wil dat jullie op mijn geld letten. Goed voor mijn geld zorgen. En Sam denkt, oeh ja, de baas vindt mij belangrijk, ik ga dat natuurlijk goed doen. En de baas zegt, ik heb wat goudstukken. En die goudstukken, die waren natuurlijk. Jij, knecht, jij krijgt van mij 5 goudstukken om op te passen. Jij, knecht, jij krijgt er 3. En Sam, jongen, jij krijgt dat laatste goudstuk wat ik bezit. Wees er zuinig op. Wees er zuinig op. Het is belangrijk. En Sam knikt en Sam denkt, ja. En de baas gaat op reis en vertrekt op zijn dromedaris naar ver weg. En de eerste knecht denkt, 5 goudstukken. Als ik nou eens mijn best ga doen, dan kan ik misschien die 5 goudstukken wel verdubbelen naar 10. En die 5 goudstukken die ik dan verdiend heb, ja, daar kan ik dan iets mee doen. De wereld een stukje mooier maken. Misschien. Ik ga het eens proberen. De tweede knecht, die 3 goudstukken had, die dacht, ja, dit is, ik ga proberen met die goudstuk iets te doen. Ik ga me inzetten, kijken of ik van die 3 goudstukken misschien wel 6 goudstukken kan maken. En dan Sam. Sam zat met zijn ene goudstuk, vergis je niet, dat had echt wel waarde. Het was niet niks. En Sam dacht, nou, mijn baas is altijd heel streng. Ik moet zorgen dat hij tevreden over me is. Dus wat kan ik het beste doen? Wat kan ik het beste doen met dat ene goud? Ja. Ik weet het. Ik moet er heel zuinig op zijn. Ik zoek een plek die niemand kent. Daar graaf ik een gat. En daarin verstop ik dat ene goudstuk. Daar verstop ik het, zodat niemand het kan vinden. En Sam graaft een gat op een geheime plek en verstopt het goudstuk, maar wel op zo'n manier dat hij precies terug kan vinden. Want stel je voor dat het goudstuk in de grond zit en hij kan het niet meer vinden. En Sam doet dat. En na een lange tijd komt de baas terug. En hij roept de knechten bij zich. Knechten, ik weet dat jullie op mijn geld gepast hebben.
ik zou graag mijn geld weer terugkrijgen. En de knechten komen. En de knecht met de 5 goudstukken, die zegt, baas, ja jongen, ik heb u 5 goudstukken bewaard. Ik heb wel een klein risico genomen, maar het zijn er nu 10. Dus met die 5 krijgt u van mij terug en met die andere 5 kunnen we iets goeds doen. Iets voor het dorp misschien. 5 goudstukken is een heel kapitaal. Ja, zei de baas, dat heb jij goed gedaan. Jij wist dat je er iets mee kon doen wat voor iedereen beter was. En Sam, je ziet hem al denken met zijn ene goudstuk. En hij luistert naar knecht 2. En ook knecht 2 heeft niet helemaal kunnen verdubbelen, maar heeft van 3 heeft hij er wel 5 gemaakt. En ook die knecht zegt, we kunnen bijvoorbeeld een waterput gaan bouwen voor die 2. Dan hoeven we niet meer zo ver te reizen met onze schapen en geiten om ze daar te laten drinken. Maar dan kan het misschien gewoon in ons eigen dorp. En die baas die zegt, jij, geweldig, kijk, daar gaat het om. Investeer, bedenk wat je kunt doen, wat het En dan komt Sam. En Sam geeft het ene goudstuk terug aan zijn baas. En de baas zegt, en Sam, is het jou ook, heb je er iets mee gedaan? Iets waardoor we er allemaal wat aan hebben? Zegt Sam, ik was bang dat ik het kwijt zou raken. Ik heb een gat gegraven in de grond, ik heb het erin gestopt en nu heeft u hem terug. Oké, zegt de baas, maar we hebben er eigenlijk niks mee gedaan. Nee, zegt Sam. Ja, nou jongen, je hebt nog een hoop te leren. Je bent niet welkom op het feest, dat doe ik voor de andere knechten. Maar denk er nou eens in het vervolg aan. En ja, wat vertelt dit verhaal eigenlijk van die baas die dat geld weggeeft, nou ja, om te bewaren. En die knechten die doen er iets mee en met die meer opbrengst gaan ze iets doen. Misschien kennen jullie een van de rijkste mensen ter wereld wel, Bill Gates. Hij is de baas van Microsoft, ooit bedacht hoe je computers prettiger zou kunnen laten werken voor mensen die er wat minder verstand van hebben. En die baas, die heeft zo'n groot vermogen, die is samen met zijn vrouw, heeft hij gezegd, ja, wat ik ook doe, dit kan ik van mijn levensdagen niet opmaken, maar met dat geld wat ik heb verdiend, kan ik wel in andere landen helpen. Bijvoorbeeld coronavaccins kopen. Voor landen waar dat niet zo netjes en makkelijk geregeld is als in Nederland. Waar het een stuk moeilijker is. Maar dat meer geld maken, eigenlijk is dat niet het verhaal alleen hoor. Als je eens tegen iemand zegt van, hé, wat zit je haar leuk. Het kost je niks. En voor die ander is dat heel fijn. Kan ik je helpen? Oh, graag. Deel vriendschap, liefde. Deel wat je hebt. En hier gaat het om geld. En met geld kun je heel veel mooie dingen doen. Minder mooie dingen. Mooie dingen voor jezelf. Maar ook mooie dingen voor. Je hoeft niet rijk te zijn om goed te doen. Wees aardig, wees vriendelijk, deel dat met elkaar. We maken elkaar een stuk blijer. En dat was ook eigenlijk wat ze in dit verhaal op dat kerkraam lieten zien. De mensen begrepen dat je iets moest doen met elkaar om de wereld een stukje mooier te maken. En dat is zeker met dit prachtige kerkraam al wel gelukt.